hear the race. Je moet je voorstellen dat je hier op een jacht gaat met wat gezellige partypieps. En je hebt met een DJ erbij en een champagnetje en een hapje en een dingetje. Je maakt een paar foto's op de boot natuurlijk, ziet er natuurlijk heel leuk uit. En het is meestal maar voor een uurtje of vier. Who's gonna win, Hamilton? Yeah, why do you have a good suntan? Huh? Why do you have a good suntan? I tan by my pool, just in the daytime. Oh. Do you like this color? I like that color, yeah. Ja, yeah. I need some more sun. Nou, veel dames zijn erg gecharmeerd van Wade, puur omdat hij natuurlijk best wel veel geld heeft. En hij is ook gewoon echt wel een hele aardige man. Hij is heel makkelijk. Hij is heel gul, hij is heel vriendelijk. Dus veel Zuid-Amerikaanse dames, die types, die vallen daar wel op. Maar het gaat wel merendeels om de centen. Ik denk dat hij wel onzeker is, want hij is natuurlijk ook niet de allerjongste meer. Hij ziet er niet heel slecht uit, maar hij is ook niet de allerknapste. Hij is natuurlijk mega rijk. Dus, maar goed, dat wil niet zeggen dat iemand niet onzeker kan zijn, want ik betrap hem wel soms op onzekerheid. Bepaalde vragen die je maar stelt. Vind je dat meisje nou wel leuk? Of vind je dit staan? Hij zou dom zijn als hij dat niet doorheeft. Want hij is echt een hele slimme zakenman. Dus ik denk wel dat hij dat weet. Maar het is niet anders. Zo, dat is het dus. Zo gaat het. What's your name? Regina. Ah, Regina. I think I have your pictures. Oh, yeah. Yeah? Oh, but I think I need to. I don't know if I have your number. Let's see. I have your number. This one or this? No, I changed it. I don't have this one. Oh, okay. Oh, you're having a good time? Or? Yeah. Can you send your pictures again? Okay, thank you. Lexi heb ik ontmoet op Ibiza. Die kwam ik tegen. Ik zat in een nagelsalon. Zij kwam binnenlopen. Ik dacht gelijk, wat een leuke vrouw. Ze is Australisch. Nou, we hebben gewoon bijna dezelfde persoonlijkheid. Ik ben een paar jaartjes ouder alleen, zoals dat ik altijd ben. Nou ja, Lexi is gewoon echt wel een celebrity eigenlijk. Ja, iedereen kent haar. Ze heeft ook echt 160.000 volgers op Instagram. Ze is een heel geliefd persoon. Je zou denken als je haar in de eerste instantie ziet, dan denk je echt dat is een pornoster met capsones. Maar dat heeft ze helemaal niet. Ze is heel vriendelijk tegen iedereen. Ze is heel humble. Ze is zelfs verlegen. Ze heeft ook voor de Playboy geposeerd. Allemaal glamour dingen heeft ze gedaan. Dus ze is wel een bekendheid in Australië. We're just having a good time. Yeah, yeah. By the way, where are we going tonight? Where are you going? You have any plans? Yeah, I think Buster Rhymes is playing in Dubai tonight, they said. In Dubai? Yeah. Which club? Kabali. In Kabali? Wade said he might book something. Yeah. Or I'm gonna go where my boyfriend is, Cameron. Or or I'm gonna go with Saif. Okay. Yeah. He invited us too, so. Yeah. Ja, let's see what the night will bring. Yeah. Lexi was dus uitgenodigd om naar een andere boot te gaan. Een boot eigenlijk pal naast Wade. Ik vind dat persoonlijk niet kunnen. Want het is disrespectful om de boot af te gaan en om een boot. Kijk, ga je 5 boten verderop? Prima, dan ziet niemand dat. Maar een boot de pal naast. Ik zeg, Lexi, dat gaan we niet doen. Dus ja, toen waren we al van de boot af. En toen kwamen we weer andere mensen tegen. En die zeiden van, kom, laten we even naar die laatste boot gaan. Daar zit French Montana op. I know, so this Alejandra, she just bumped in somebody and they said come to the French Montana boat, but I have no clue if it's organized or not, so. Maybe we get in. Huh? Are we going on this one? Yeah, that is the guy. Let's go. No. What? It's not us. No, it's not us. Just what? You. What? It's not us. That's what I mean. No, but see you. Oh, I know him. What's his name? Shit. Yeah, and that's Rami. Right.
Habibi. Hello. Yeah, exactly. Ah, thank you. Time still. This is still going on. Okay, let's go. You're going on full. Yeah, yeah. Really? I'm not gonna fuck it. Okay, I'm gonna eat. I'm hungry. I'm not gonna wait there for like fucking ages to get on a boat. Yeah. Nou, het was grappig, want French Montana die was op een gegeven moment dus op de jacht. En Lexi en ik stonden daarvoor. En hij riep ons dus. Maar doordat dus die jongens eromheen stonden, die ons eigenlijk op die boot naast Wade wilden hebben, die liepen dus mee. Want die dachten, leuk, ik ga even met die chicks hangen. Maar dat werd dus niet gewaardeerd. Dus daarom konden we eigenlijk niet die boot op, omdat we mannelijk gezelschap bij ons hadden. Ja, dat vind ik wel een beetje een domper hoor, want ik heb dat normaal niet. Maar zodra er heel veel mensen dan erbij komen en ik het zelf niet regel, vaak is het dus zo, als ik dingen niet regel, gaat het helemaal mis. Ik vind het gewoon belangrijk. Ik vat niks persoonlijk op, dan ben je ook niet beledigd. Stay back on our own boat, better. Home sweet home. Be a beast or I can give you emotion. Please don't question my devotion. I'm gonna give you a hard. Good morning, Cameron. Are you awake? Yeah. Nou, ik heb dus een jongen ontmoet. Cameron heet hij. En dat is nu zeg maar een beetje mijn vriendje hier. Are you awake? Ik wist al dat hij jonger was. Ik had gehoopt 26. Toen zei hij 23. Toen kon ik het niet over mijn hart verkrijgen dat ik 39 ging zeggen. Dus ik zei 29.